Vandaag geen mening, maar een keihard feit. Vrouwen in Afghanistan mogen niet meer in het openbaar spreken. Sinds de Taliban in 2021 opnieuw de macht grepen, lijkt het alsof ze een checklist hebben opgesteld van alles wat vrouwen menselijk maakt, om dat vervolgens stukje bij beetje af te nemen. Vrouwen mogen niet meer naar school na hun 12e, mogen niet meer werken en ze mogen niet het huis uit zonder een mannelijke begeleider. Ze moeten dikke, lange lagen kleding dragen en hun haar en gezicht volledig bedekken om, in de woorden van de Taliban, te voorkomen dat mannen worden verleid of dat ze mannen verleiden. Het is voor vrouwen verboden naar een man te kijken die niet hun echtgenoot is of familie. Vrouwen worden niet beschermd tegen huiselijk geweld en een vrouw die verkracht of aangerand is overtreedt in de ogen van de Taliban zelf de zedelijke moraal en zij wordt daarvoor vervolgens gestraft. Vrouwen die protesteren tegen deze regels worden bedreigd, gearresteerd, gemarteld en raken regelmatig vermist. Jonge meisjes worden uitgehuwelijkd of trouwen heel vroeg, uit angst dat ze door de Taliban worden meegenomen. En het aantal kinderhuwelijken en gedwongen huwelijken is sinds 2021 enorm gestegen. Door de ernstige situatie en het gebrek aan vrijheid kampen veel vrouwen en meisjes in Afghanistan met mentale problemen, waardoor er een enorme toename is van zelfdodingen. Amnesty International beschrijft de situatie van Afghaanse vrouwen als een dood in slow motion. Ik dacht dat het niet nog erger kon. Ik dacht dat er niks meer over was wat de Taliban deze vrouwen af konden nemen. Maar het kon dus toch. De Taliban hebben het voor elkaar gekregen om zelfs de stem van een vrouw te demoniseren en te seksualiseren. Ze beschouwen de vrouwenstem als te intiem voor het openbare leven en stellen dat deze alleen door haar man of bloedverwanten mag worden gehoord. De wetten van de Taliban zijn niet alleen gericht op het onderdrukken van vrouwen, ze lijken vrouwen compleet uit te willen wissen. Geen woorden meer, geen stem, geen aanwezigheid. Vrouwen zijn er wel, maar ze mogen niet bestaan. De vergelijking met The Handmaid's Tale wordt vaak gemaakt. Maar dit is geen dystopische roman. Dit is de dagelijkse hel waar miljoenen vrouwen nu doorheen gaan. In Nederland blijft het oorverdovend stil over het lot van de vrouwen in Afghanistan. Maar niet alleen hier, ook wereldwijd lijkt de aandacht voor hun lijden verslapt. Op 30 juni van dit jaar organiseerden de Verenigde Naties een bijeenkomst met de Taliban. Er werd gesproken over economische hulp, het bestrijden van drugshandel en het opheffen van sancties. Maar over één belangrijk ding, misschien wel het belangrijkste ding, werd gezwegen. De rechten van meisjes en vrouwen. Afghaanse vrouwen en vrouwenorganisaties werden bovendien uitgesloten van deelname aan de gesprekken. De vrouwen in Afghanistan hebben onze stemmen nodig. Onze stemmen die lawaai maken, die weerstand bieden, die de stilte doorbreken. Dus vandaag geen mening, geen kwinkslag en geen moraal. Alleen dit feit. De vrouwen in Afghanistan mogen niet meer in het openbaar spreken. Het is onze plicht om onze stemmen voor hen te laten horen. Roep, schreeuw, schrijf en deel hun verhalen. Maak geluid voor die vrouwen die het zelf niet meer mogen.